De Tielse fotograaf Rafael Drent is dit jaar met twee foto's genomineerd voor de Gelderse Nieuwsfoto. De twee foto's van Drent zijn plaatjes van een valpartij tijdens een finish van de Tielse profronde en de brand bij varkensboerderij De Knorhof in Erichem. De vakjury onder voorzitterschap van Wouke van Scherrenburg koos de nominaties voor de Gelderse Nieuwsfoto. De winnaars worden bekendgemaakt nadat ook het publiek en de kinderjury heeft gekozen tijdens de prijsuitreiking op dinsdag 20 maart in het provinciehuis in Arnhem. Drent won eerdere edities met onder andere deze foto van een uitzinnige fan op Appelpop tijdens een optreden van Madness.